Telegraaf, 28 september 1996. Streetdrums gaan deze zaterdag begeleiden. Verhoogde activiteit op en rondom de Landgraafse straten. Op diverse plaatsen worden drumstellen opgebouwd en actieslogans uitgedeeld. Waarom deze actie? Wat wil men bereiken? De wethouder heeft ons uitgedaagd om de problemen van de oefenbunker voor de toekomst op papier te zetten. En vandaag wordt ze aan haar overhandigd. Nou, het zijn een drietal problemen. Het achterstallige onderhoud, de faciliteiten zoals we die hier hebben en de uitbreiding van de projecten. Weer wordt wethouder Kulges afgehaald aan het Landgraafse Raadhuis. Vergezeld door collega Giebels van Cultuur en enkele kinderen begint een unieke tocht naar de regionale poptempel. We'll be right back.
concerten of speciale muziekavonden voor jongeren. Dat kunnen voor beide methoden, jongeren en muziek. Noten aanbieden is natuurlijk heel belangrijk, maar het is niet het belangrijkste. Die vrijwilligers buiten die daar bezig zijn, die doen het allemaal vrijwillig. Ik krijg dat betaald, jij krijgt dat betaald, hij krijgt het betaald. Maar zij krijgen niks, die doen dat gewoon voor niks. Als vrijwilligers zijn ze actief. Ik vind die combinatie hier zo perfect. Vrijwilligerswerk die zich inzetten voor elkaar samen. Maar dan ook een bijdrage leveren aan het culturele leven. Door die popmuziek op die manier te beoefenen. Schitterend.